Heb je een vriendje en hoe heet die? Heb ik kans om samen het bed te delen? Zou je mij daten? Hallo iedereen, dit is Nora en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een goede oude Q&A voor jullie. Ik heb jullie gisteren gevraagd of dat jullie nog vragen voor me hebben en die ga ik nu beantwoorden voor jullie. Ik wil jullie ook even heel erg bedanken voor de support die we gehad hebben op de voorbije video's. De video van vorige week doet super goed. Jullie komen weer met heel veel mensen bij onze familie. En dat we met z'n allen gewoon elkaar steunen. En dat ik superveel aan jullie heb. En jullie hopelijk aan mij. En ik wou dat gewoon heel graag in het begin van een video eens zeggen. Gewoon omdat ik wil dat jullie weten dat ik er echt heel dankbaar voor ben. Maar ik zal stoppen met al dit emotionele gedoe. En laten we verder gaan naar de video. Ga je ooit nog eens een kot roomtour doen? Ik kom elke week op dinsdag op Energy met het YouTube nieuws. En daar had ik dus gezegd dat ik een kottour online ging plaatsen. Ik ben daarmee bezig, maar zoals ik in de vorige video al heb uitgelegd, is er van alles misgegaan met mijn camera en mijn lamp. Dus het heeft gewoon wat vertraging opgebracht. Maar die komt er sowieso nog ergens dit schooljaar aan. Daar kun je me sowieso aan houden. Droomjob. Ik heb altijd van de daken geschreven dat ik ooit een eigen webshop zou willen. Ook iets met ecologisch bezig zijn en zo. Dat ik mijn eigen baas wil zijn. En dat ik gewoon zelf iets uit de grond wil stampen. Dat wil ik nog steeds doen, maar ik weet niet of ik dat meteen al na mijn studies ga doen. Ik hou jullie sowieso nog op de hoogte over alles wat ik ga doen. Maar ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik denk dat ik eerst gewoon mijn stage al ga moeten afwachten. Om zo'n beetje te polsen van wat zou ik graag doen. Het is ergens wel een voordeel dat mijn richting super breed is, maar ergens weet ik dan ook totaal niet welk van al die dingen ik zou willen doen later. Dus daar moet ik gewoon nog even over nadenken. Hoe heb je zo'n coole niche gevonden voor je YouTube die ook echt werkt? Kotvideo's dus. Dat is een goede vraag. Ik heb nooit echt een niche gehad op YouTube. Ik denk wel dat een niche heel goed kan werken. Je ziet ook bijvoorbeeld dat mijn kotvideo's het goed doen tegenover de video's die ik daarvoor maakte. Het is ook gewoon de levensfase waar ik nu in zit. En ik ben een YouTuber die heel veel van mijn leven deelt. Ik zal ook bijvoorbeeld delen als ik op zoek ga naar een job. En gewoon zo verder gaan in het leven. Dus ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan mijn kanaal en persoonlijkheid. Dat ik altijd een niche misschien zal hebben. Gewoon omdat ik echt over mijn leven praat. Ik denk dat je gewoon iets moet vinden waar dat je zelf heel veel mee bezig bent. Waar dat je ook echt dingen over te vertellen hebt. Ik kan bijvoorbeeld geen video's maken over dat ik ga werken of dat, hoe dat je een job moet vinden of zo, want ik weet die dingen gewoon niet en ik ben daar nu niet mee bezig. Ik denk dat een niche een beetje op je afkomt en dat je ook wel wat research kunt doen van oké, gaat dat nu werken of niet? Want ik maak die kotvideo's ook heel graag, gewoon omdat ik het leuk vind, maar ik weet ook dat ze het goed doen. Ik wou jullie laten zien hoe het is om op kot te gaan, hoe ik kook, mijn vrienden. Ik wou echt gewoon alles delen met jullie. Gewoon zodat jullie ook een beetje met meer zelfvertrouwen naar het hoger onderwijs zouden kunnen gaan. Want ik weet dat ik bijvoorbeeld heel veel stress had, maar er wel ook veel zin in had. Maar ik denk gewoon dat een YouTuber daar heel veel vertrouwen bij kan geven ofzo. En ik wou gewoon mijn kijkers dat geven. En ik vind het fijn dat dat lukt. En ja, ik ben ook gewoon benieuwd wat de volgende jaren mij gaan brengen. Want een niche hebben, zoals kotvideo's, is misschien ook een beetje eng. Omdat ik over een bepaald aantal jaren niet meer op kot ga zitten. Dus ik weet niet wat ik dan ga doen. Misschien over hoe dat ik werk zoek ofzo. Maar we zien het wel. En dan krijg ik zo van die vragen dat je denkt... bijvoorbeeld, zou je mij daten? Wel, om dan nu op een Q&A te vragen. Heb ik kans om samen het bed te delen? Is nog zo'n voorbeeld waar dat ik niet denk dat je met dat in een Q&A te vragen echt heel veel gaat bereiken. En iemand waar ik niet meer op geantwoord heb, die vraagt mij, ben ik geghost? Ik heb een meme gevonden en echt waar, dit represent mij zo hard gewoon. Soms... lukt het me gewoon niet om op iedereen te antwoorden? Of soms heb ik gewoon geen zin om op mijn gsm te zitten. En dan heb ik mensen een paar dagen genegeerd per ongeluk. En dan denk ik, oh shit. Ja, aan iedereen waar ik niet op antwoord, I'm sorry. I'm trying. En ja, het lukt me gewoon niet altijd. Wat vind je het leukste aan studeren in Mechelen? Ik heb al superveel vragen gekregen van vrienden van mij. Maar ook familie en gewoon kijkers van...
Vind je het nu wel leuk om in Mechelen te studeren? Want Mechelen is niet echt 100% een studentenstad zoals Leuven of zo. Dus het is daar zeker wat kleiner en wij kunnen niet gewoon naar de grote markt gaan om echt uit te gaan zoals in Leuven. Bij ons zijn er wel gewoon heel veel TD's en andere feestjes en we hebben nu ook de Moesbar in Mechelen. Ik denk dat studeren in Mechelen is wat je ervan maakt. Ik denk als je gewoon elke dag op jouw kot zit en dan gaat klagen dat er niks te doen is, dat je ook gewoon niet hebt geprobeerd om iets te vinden. Maar ik vind het juist nu wel leuk in Mechelen, omdat je kent gewoon echt superveel mensen als je uitgaat. En dat vind ik echt superleuk. Het is niet dat je enkel met de mensen waar je mee uitgaat, je die alleen nog maar tegenkomt. Maar om heel eerlijk te zijn, vraag ik me ook soms af hoe het is om in Leuven of in een andere grote stad te studeren. En ik denk dat ik dat later misschien ook wel kan gaan doen. Ik weet het nog niet. Weet je al wat je na je studie wil gaan doen? Ik ben er vrij zeker van dat ik na mijn studie MEB nog ga blijven verder studeren. Ik zie mezelf gewoon niet gaan werken binnen 1,5 jaar. Dus ja, ik wil ook gewoon graag nog dingen bijleren. Er zijn zoveel studierichtingen die ik misschien wel zou willen doen, maar er is zo weinig tijd. Dus ik ga gewoon nog moeten zien. Ik weet nog niet wat ik zou willen bijstuderen. Want er zijn dan richtingen die je nog in een jaar bij kunt doen. Dan heb je ook dat diploma. Of een schakeljaar om naar de universiteit te gaan. Of gewoon aan een heel nieuwe studie beginnen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik ga er nog over moeten nadenken. Maar ik ben er zeker van, of toch bijna zeker, dat ik niet ga werken na deze studie. Er worden ook studeertips of tips om minder te stressen gevraagd. En ik ga jullie gewoon doorlinken naar een andere video van mij die ik in de zomer heb gemaakt over studeertips. Maar toch wil ik graag tijdens de blok in januari zo nog examen- of studeervideo's maken. Maar ik weet niet of dat 100% gaat werken, omdat sommigen van jullie ook nog in het middelbaar zitten. Dus laat me vooral weten of dat jullie graag studeervideo's willen in die periode of niet. Laat het weten in de comments en dan ga ik gewoon doen wat dat jullie graag willen. Luister je soms podcasts? En zo ja, welke? En zou je ook zelf willen maken? Ik ben echt al 1,5 jaar aan het nadenken of ik een podcast wil doen. En ik zie heel veel mensen van mijn omgeving er ook in starten. En dan vind ik dat zo leuk. Maar ik weet niet of ik daar de tijd voor zou hebben. Gewoon omdat ik het nu al heel druk heb met school en ook met YouTube natuurlijk. Maar misschien komt dat er ooit in de toekomst nog wel eens aan. Maar ik denk dat het op dit moment voor mij gewoon niet slim is om dat nu te doen. Omdat, ja, ik heb er gewoon geen tijd voor. En als ik het wil doen, dan moet ik het echt 100% doen. Voor kunnen gaan. Maar wat ik jullie al wel kan zeggen is dat ik in een aflevering van de nieuwe podcast van Florien, Flocal, ga zitten. Je kan de podcast alvast gaan opzoeken, Flocal, op Spotify. En dat zal ik sowieso op Instagram er ook nog wel opzetten wanneer dat de aflevering met mij online komt. Super veel vragen over waarom ik op de grond van de bus zit. En Lauren vraagt dan ook, wat is het verhaal achter deze foto? Dat ziet er misschien raar uit omdat ik gewoon op de grond van een bus zit op die foto die ik op mijn story heb geplaatst en ook al op Instagram. Maar dat was voor een schoolopdracht voor een van mijn vriendinnen, Marlies. Die doet het keuzevak fotografie en die had die foto nodig ofzo. En om heel eerlijk te zijn, er zaten inderdaad wel een paar mensen op die tram. En het was ook wel een beetje raar als die keken. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan, want ik vind het wel echt coole foto's. Hoe gaat het nu met je? Het gaat best goed met mij. Ik heb een heel moeilijke periode achter de rug gehad, maar die is nu ook wel echt achter de rug. Ik voel me echt veel beter in mijn vel en ik ben blij dat ik door die periode heen ben gegaan. En moest jij nu door een moeilijke periode gaan, geef niet op, blijf erin geloven. Want ik heb ook echt 1,5 jaar helemaal in de knoop gezeten met mezelf. Maar ik ben eruit geraakt en ik hoop dat de mensen die ook in de knoop zitten er zo snel mogelijk uit geraken. En stel je geraakt er niet op je eentje uit, dat is compleet normaal, dat heb ik ook al gehad. Er zijn zoveel dingen waar je hulp kan gaan zoeken, dus doe dat zeker, want het is het echt wel waard. Heb je een vriendje en hoe heet die? Op dit moment ben ik single, ik heb geen vriendje. En nu ben ik eigenlijk ook wel tevreden. Allee, ik voel me goed. Ik ben niet echt op zoek op dit moment, want ik voel me best wel goed in mijn vel nu, alleen ook. Maar moest ik nu verliefd worden en een persoon ook op mij, ja, dan zou ik daar wel voor gaan. Maar ik ga er niet echt bewust naar op zoek, want het gaat wel goed nu. Wanneer doe je een meet and greet? Ik wil je eens ontmoeten. Goeie vraag. Ik zou dat echt wel eens willen doen, maar ik weet niet of daar heel veel mensen naartoe zouden komen. En ja, misschien zou ik met nog een andere YouTuber iets kunnen organiseren of zo. Ja, ik weet het niet hoe vroeger werden er zo'n meetings en zo georganiseerd in Antwerpen waar ik altijd naartoe ging. Maar nu is dat niet echt meer. En ja, misschien, ik weet het niet hoe. Misschien ga ik nog eens naar een event gelijk Gameforce. Dat is nu wel voorbij. Maar
zoiets. En dan zou ik dat ook wel sowieso op voorhand aankondigen. Maar ik vind het ook altijd super leuk om jullie te ontmoeten en tegen te komen. Bijvoorbeeld op Pukkelpop was echt zalig als jullie iets kwamen zeggen. Dus ik zou het echt leuk vinden om een meet and greet te doen. Maar ik weet niet hoe ik dat zelf het best kan organiseren. En ik weet ook niet of er echt heel veel mensen op zouden afkomen. Moest er nu genoeg vraag naar zijn en moest er iets op mijn pad komen waardoor ik een meet and greet kan doen, dan zou ik dat sowieso wel doen. Voilà, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te commenten als jullie nog andere vragen voor mij hebben. En vergeet zeker die like en die subscribe hier beneden niet om al mijn andere video's niet te missen. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag!